hartelijk welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nieuwekerk. Fijn dat u er met zoveel bent en ook welkom aan de jongeren achter mij die u later op de avond nog zult horen. Het is een goede traditie om elkaar de hand te drukken en elkaar het beste voor het komend jaar te wensen. Daar kan in mijn ogen geen Twitter, mail of Facebook teken op. Direct contact tussen mensen is en blijft belangrijk. Namens het gemeentebestuur, de gemeenteraad, college, wil ik beginnen met u allen een voorspoedig en vooral ook gezond 2013 te wensen. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. Gezondheid is iets dat toch gezien mag worden als het belangrijkste in het leven. Een goede gezondheid is voor veel mensen het resultaat van geluk, welbevinden, welzijn en welvaart. Voor u en al onze inwoners zijn wij, het gemeentebestuur en onze medewerkers, dagelijks aan het werk om ook voor hen het mogelijk te maken het beste op dit gebied te bereiken. En voordat ik vooruitkijk naar het jaar 2013, het jaar waarin we de Vrede van Utrecht opvieren, wil ik even terugkijken naar het jaar 2012. En ik zal per maand een item noemen wat in mijn agenda stond. Iets wat klein is of groot, belangrijk of minder belangrijk. En eigenlijk een goed beeld geeft van wat er zo allemaal in onze stad gebeurt. De veelzijdigheid zullen jullie herkennen. In januari was de uitreiking van de Nieuwegein Awards, waar een keur aan vrijwilligers, sporters, ondernemers werden onderscheiden en Hans Bartels Nieuwegein van het jaar werd. En deze maand verwachten we weer een nieuwe editie. Februari was de maand dat de Elfstedentocht niet doorliep, maar er waren genoeg koude dagen dat ook in Nieuwegein veel dagen de ijzers ondergronden konden worden en op natuurijs geschaatst werd. En in maart, we zijn alweer bijna vergeten, want dit gebouw voelt toch al als een hele warme jas, was de officiële opening van het nieuwe stadshuis. Nog geen jaar geleden dus. April was de maand waarin de tweede ster van Keur McFadden ondernemer aan de winkeliers op het Munplein werd uitgereikt en werd gestart met de inzet van schapen om het gras op de geluidsbal te onderhouden. Om maar twee dingen te noemen die zo in april gebeurden. En in mei werd voor de eerste keer het bevrijdingsvuur hier beneden op het Stadsplein ontstoken. Het bevrijdingsvuur wat opgehaald werd door de lopers van Advernie in Wageningen en in de nacht hier naartoe werd gebracht. Maar het was ook de maand dat oud-wethouder Lubbingen zei, ik ga wat anders doen. Juni, wie zal zich dan niet herinneren, was de maand dat wij als stad 24 uur lang bijna voor een groot deel of een belangrijk deel geen stroom hadden. Gelukkig was het zomer en viel het allemaal nog mee en hebben we elkaar goed kunnen helpen en redden. En in juli startte de renovatie van de trambaan en die duurde helaas, ja dat dacht ik al, helaas, het gaat niet alleen om goede dingen, die duurde helaas wat langer dan gepland met de nodige extra overlast voor onze burgers natuurlijk. Augustus de maand van sport en jeugd, wielronde die werd gehouden en weer een succesvolle editie van de United Jug Cup. En in september dan de officiële opening van Theater De Kom, hier aan de overkant. En in oktober was voor het eerst dat de kunstmarkt had besloten om hier op het Stadsplein een nieuwe traditie in gang te zetten, hoop ik, om daar die binnenstad bruisender te maken. Op een mooie zondag was dat. November, de maand waarin de derde buurtvloer werd gehouden, waar vrijwilligers gekoppeld worden aan het aanbod van professionals en andersom. En dat was opnieuw een groot succes voor de derde keer. En wethouder Kolf verhoudde het wethouderschap van Nieuwegein voor de burgemeesterschap van Veenendaal. En in december de Nationale Nationalisatiedag met 114 nieuwe Nederlanders hier in Nieuwegein. Het was een geweldige herinnering bij medemensen van het Koor de Brulboei. En wethouder Van den Berg, nummer 3 in ons college, gaf aan dat ze herinneringen waren van dit jaar anders te doen. Ik kan natuurlijk veel meer feiten opnoemen. En waarschijnlijk heb ik ook dingen vergeten, maar dit was iets wat in mijn agenda stond in het afgelopen jaar. Maar het afgelopen jaar was ook het jaar waar op mijzelf de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen en de dood van scholieren Tim Hittering en Fleur Roemen veel indruk gemaakt hebben. Want laten we beseffen dat er echt wel een verandering in de samenleving.
Pestgedrag, waar dan ook, moet worden bestreden. En respect moet terugkomen voor mensen die regels moeten handhaven bij een voetbalwedstrijd of waar dan ook. 2013, dames en heren, zal een jaar worden waarin het veel van voor ons allemaal. En er is een jaar waarin veel te doen is. De financiële situatie van de Rijksoverheid zal ook onze financiële situatie raken. En wij mogen onze nieuwe regering gelukkig prijzen dat onze financiële situatie er goed voor staat en dat we het goed aankunnen. Maar het gaat niet vanzelf. We zullen maatregelen moeten nemen en creativiteit wordt gevraagd om oplossingen te vinden. En de politiek zal keuzes moeten maken die niet altijd eenvoudig zijn en zeker niet met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in zicht. Ook pijnlijke keuzes kunnen niet vooruitgeschoten worden. Onze inwoners hebben er recht op dat wij onze financiën in orde hebben. Grote veranderingen staan voor de deur in het sociale domein. De 5 gemeenten in Lexrom gaan samenwerken met de nieuwe sociale dienst Lexrom. En dat gaat in de loop van dit jaar van start. En de besluitvorming is op 100 in algemeen. En dat betekent werk aan de winkel. En ook de zogenaamde 3 transities in het sociale domein gaan onder dit nieuwe kabinet doen. En de gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, een belangrijk deel van de uitvoering van de AWUDZ moet op het bord te liggen. En we moeten de uitvoering van de participatiewet in handen nemen, waarin een aantal sociale regelingen samengevoegd worden. En het zal veel aandacht en inspanning van onze medewerkers vergen. Kenmerk van deze verandering is dat de gemeente, die dichter bij de inwoner staat, verantwoordelijk wordt voor een aantal taken die nu nog bij Rijk en Provincie liggen. En om voor onze inwoners meer samenhang in de uitvoering van deze regelingen te brengen, is de gemeente aan zet het nu voor onze inwoners beter te worden. Provincie en Rijk zijn daar niet in staat. En daarbij wordt wel helaas verondersteld dat gemeenten dat ook met een inderdaad kunnen. En de vraag is of dat echt kan. Dat zal moeten in de werkbank. Dus zullen we alles moeten gaan organiseren. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit om oplossingen te bedenken. Maar kunnen wij als gemeente de overheid die oplossingen dan zelf bedenken? Ik denk dat de kracht van onze eigen inwoners meer worden aangevoerd om tot goede oplossingen te komen. In 2012 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport een beroep op de burger uitgebracht. En daarin wordt beschreven hoe en waarom de overheid steeds meer een beroep op inwoners doet. En hoe zich dat in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Vaak wordt er meer verantwoordelijkheid krijgt voor de burger, door diezelfde burger uitgelegd als meer vrijheid om te doen waar hij zelf zin in heeft. Maar dat is niet wat ik bedoel als we de inwoners meer moeten betrekken of willen betrekken bij het vinden van oplossingen. Laat ik 2 voorbeelden noemen uit onze stad die aangeven dat de creativiteit van burgers zonder inmenging van de overheid tot mooie sociale oplossingen kan leiden. Iedere dag komt een van onze inwoners beneden bij de jongeren hier een aantal gratis handjes ophalen die hij meeneemt naar huis en verspreidt bij de buren die dat zelf niet kunnen halen. Hij belt bij ze aan, maakt een praatje. Mensen blijven op die manier betrokken bij hun stad en sociaal instrument wordt voorkomen. Dit kan de gemeentelijke overheid nooit zelf gaan organiseren. Het ontstaat gelukkig spontaan. En het hoeft niet in de hele stad op dezelfde manier te gaan. Per straat kunnen er best verschillende oplossingen zijn om sociaal instrument te voorkomen. En een tweede voorbeeld is een familie die geen levens heeft en ook een geld heeft om deze te kopen. Iemand die het gezin kent, stuurde een mailtje aan en kent met de vraag of misschien een iemand deze over heeft. En binnen een dag is het geregeld een huis van levens. En ook hier is de gemeente overheid niet in beeld gekomen. Ook weer een maatregel oplossing bedacht door mensen zelf. En wij als overheid moeten niet in de valkuil proberen te stappen door dat gelijk van de hele stad en belangrijk voor iedereen te willen regelen. De gemeente moet weer dienstbaar zijn en autonome maatschappelijke processen. Dat vraagt allereerst op een andere houding, waarin pretenties worden teruggenomen, minder wordt getoond en meer wordt geluisterd. Ballen op de kracht van burgers zou het uitgangspunt moeten zijn. Beide voorbeelden zoals ik net noemde geven aan dat we ervan moeten uitgaan wat de kracht van mensen eigenlijk is. Maar kennen wij, zoals wij hier staan, ook wel de kracht van onze eigen inwoners? Die leren we alleen maar kennen door het naar ze toe te gaan. Bestuurders, politici en beleidsmakers. En vooral met ze in gesprek te gaan met de inwoners. En minder met de intermediairs en de instituten te spreken. Ons college
zou in 2013 het voortouw nemen om rechtstreeks in gesprek te gaan met de inwoners. In de huiskamerbijeenkomsten en aan de keukentafel van mensen thuis wil hij horen hoe het met de mensen gaat en welke ideeën zij hebben om zaken in eigen kring of omgeving op te lossen en beter te doen. Hoe zij dat zelf willen doen en wat de gemeente dan moet doen of juist niet doen. En net als bij de bekende Tupperware-parties, nodig ik de gasten hier of gastvrouw daarbij buren, vrienden of kennissen uit. Ze zorgen zelf voor de koffie en wij nemen de koekjes mee. U kunt zich aanmelden vanaf nu bij ons. Wij komen bij u graag naar u toe om met u in gesprek te gaan. Recent was ik uitgenodigd door het debatcentrum House of Commons in de stad Utrecht voor een lezing door de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, een van de adviseurs van Obama. De hiervoor voor mij genoemde ontwikkelingen passen precies in zijn ontwikkelingen die zoals hij schetste. Hij stelde dat de staat afgedaan heeft als oplosser van problemen. Het zijn de steden die de problemen beter kunnen oplossen. En vooral door te kiezen voor pragmatische aanpak en weg te blijven van politiek-ideologische discussies. Die worden vooral op nationaal niveau gevoerd en leiden vaak niet tot oplossingen waar de samenleving beter van wordt. In de Volkskrant van 20 december van afgelopen jaar kunt u het artikel Stad wordt belangrijker dan staat lezen en zijn lezen wat hij daar verder over zegt. De stad, onze stad, heeft een toekomst als we luisteren naar de oplossingen voor onze inwoners en daarvoor kiezen en ze de ruimte krijgen om deze mogelijk te maken. Minder betogen en meer luisteren. Ik ben aan het einde gekomen van mijn toestand contacten die tot creatieve oplossingen leiden, die onze stad, die we kennen, verder brengen. Dank u wel.